In mijn werk kom ik heel vaak in aanraking met doping. Althans, het gaat er wel heel vaak over. Ik heb zelf ook een keer een dopingcontrole afgelegd. En dat is geen pretje. Want op elk willekeurig moment kan er iemand voorbij komen en dan moet er een monster worden afgenomen. En hoe zo'n controle verloopt, dat is wel duidelijk. Maar wat gebeurt er in het traject daarna? Dat probeer ik vandaag inzichtelijk te maken. Goedemorgen, Frank Evenblij voor de deur. Ik heb een afspraak met meneer Ram, Herman Ram. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Welkom. Frank Evenblij. Ja, ik zou zeggen, loop even mee naar achter, dan gaan we daar verder. Prima. Ja? Goed om hier eens te zijn. Ja, ik vind het leuk dat je er bent. Ga zitten, zou ik zeggen. Ja. Je was benieuwd? Ja. Er is natuurlijk veel bekend over sporters die gecontroleerd worden. Daar wordt vaak over gesproken, dat is ook echt wel duidelijk. Maar waar ik heel nieuwsgierig naar ben, is het eigenlijk het hele traject wat er zich daarna afspeelt. In Nederland is het meestal zo, de controleur die verzamelt dus urine, bloed, stopt dat verzegeld in tassen en de tassen komen hierheen. Dan worden ze anoniem gemaakt, dus dat betekent dat de formulieren met de naam van de sporter worden losgehaald van de stalen. Ja. Die worden opnieuw ingepakt en die gaan vervolgens naar het laboratorium. Het laboratorium, en dat is hier ook? Nee, wij hebben hier geen laboratorium, in heel Nederland niet. Wij gebruiken twee laboratoria, één in Gent en één in Keulen. Oké. Ja. Ik wil eigenlijk wel op pad. Waar ligt de urine? Oké, loop even mee, zou ik zeggen. Dan gaan we naar de koelkast. Ja, nou, het ligt wel in de koelkast. Ja, zeker. De koelkast of de vriezer. En hierin liggen dan de tassen. De monsters. De monsters. En dit is zo'n verpakking, verzegeld dan wel, waar twee flesjes in zitten. Ja. Die zijn afgenomen en die klaar zijn om naar het laboratorium te gaan. Is dit van Michael van Gerwen toevallig? Nee. Ik weet alleen maar wat het nummer is. Ik weet ook echt niet wie daarachter zit. Daphne Schippers? Zou allemaal kunnen, maar ik weet het niet. En een hoog? Wie weet. Maar mijn collega's kunnen dus nagaan. In het laboratorium kunnen ze dat niet nagaan. Ja. Ze weten wel welke sport het is. Ja. Ze weten of het een man of een vrouw is. En ze weten of het binnen of buiten wedstrijdverband gecontroleerd is. Oké. Maar dus in de computer hier is wel na te gaan van wie dit is? De computer hier is dat na te gaan. Nou, ik neem deze mee als je het goed vindt. Ja, nou ja, dat doe ik normaal gesproken niet. Maar in dit geval, voor deze ene keer, vind ik het goed dat je meeneemt. En ik hou je op de hoogte hoe het is gegaan. Oké, veel succes. Dankjewel. Ja, Herman, nog even met Frank. Is het Max Verstappen? Joost Luiten? Oké. Ik begrijp het. Oké, hi. Jammer. Ah, wel, we zijn gearriveerd in het Docolab in Gent. Het zal mij benieuwen. Goedemiddag. Hallo. Van Evenblij. Waarmee kan ik u helpen? Ik kom zojuist uit Capelle. Ik heb van Herman Ram dit monster, of staal zoals ze in België zeggen, meegenomen. Wat gaan we er nu mee doen? Oké, we beginnen eraan. Ja? Kom maar mee. Dus je ziet hier buitenaf al een zegel opleggen. Ja. Die is nog intact. Die gaan we eraf halen. We kijken ook als de papieren in orde zijn. Ja. Maar vooraleer dat we daaraan beginnen, zou ik eventjes gewoon vragen dat jij hier wilt invullen bij ons dat je dit staal hebt gebracht. Ik ben even de koerier van dienst. Ja. Inderdaad. Want dit is heel belangrijk. Dit is het begin van wat wij de beheersketen binnen het lab noemen. En beginnen we nu met het openen van de box? Dus wat we zullen doen is eerst en vooral die zegelring wegnemen. Je merkt dat hier nu void fraude opkomt. Dus die kunnen we niet meer terug dicht doen. Ja. Dat is één. Dus die halen we eraf. Die ganse zegelring die halen we eraf. Vervolgens gaan we het staal open doen. En in dit pakket zitten twee stalen. Als het zo is, een B-staal en een A-staal. De codes stemmen overeen. En die stemmen overeen met het formulier die we gekregen hebben. Het staat ook op de deksel nog. De stalen zijn goed verzegeld. En je ziet ook geen schade. Het is misschien een hele gekke vraag, hè? Maar waarom zitten in deze meer dan in die? Oh. Dit is het B-staal. Er staat een B op. Ja. Dit zullen we enkel gebruiken indien dat er in dit urinestaal iets teruggevonden is. Oké. Dan kan de atleet, hij hoeft het niet, maar dan kan de atleet vragen van, wil je mijn tweede staal ook nog eens analyseren? Ja. Terwijl ik er zelf bij ben, of terwijl ik een ander iemand afvaardig, bijvoorbeeld een ander expert, om te kijken dat je de analyse goed doet. We zullen maar enkele substanties maximaal moeten kunnen terug opsporen. Terwijl hier, dit moeten we analyseren op
Alle doping. Ja. En dat is veel meer. En daar heb je meer urine nodig. Die krijgt ze eigenlijk niet goed open, maar ze moet uiteindelijk toch open voor onderzoek. Maar dat toon ik straks. En dat zul je zien, dat is echt met bruut geweld. We kunnen het lab binnengaan. Je ziet de hamer al liggen. Wat we zullen doen is jouw staal hierin stoppen. Dit gaat erop. En nu gaan we slaan. Oké. De stukken die zijn ervan af. Nu kan die open. En je staal kan open. Wat een gedoe, hè, eigenlijk. Je zou toch zeggen, ja, doe er een deksel op en goed. Ja, maar dit is het belangrijkste van het hele systeem. Enkel als dit correct verzegeld is, dan kan de atleet er zeker van zijn dat met zijn urine niet geknoeid is. Wat we zullen doen is, we zullen uit dit staal urine overgieten. Dat is zoveel. Ja. De urine die hierin zit, die hebben we voorlopig niet nodig. Die gaat nu naar de diepvries. Oké. Kom maar mee. Zou het zo kunnen zijn, hè? Gewoon dat hier bijvoorbeeld ook de urine van Lance Armstrong nog ergens in zit? En er is een klein hoekje achteraan waar oudere urine in zit. Urine die we voor lange termijn bewaren, tot 10 jaar ver. Dus het is best reëel dat hier pis van Lance Armstrong staat. Het kan. Dat vind ik toch een gek idee, hè? Zo dichter bij Lance Armstrong ben ik een jaar niet geweest. Dan gaan we eraan beginnen. We gaan vragen dat ze zijn net bezig dat ze ook dit staal in buizen doen. Dus ze gaan nu vanuit deze urine gaan ze kleinere hoeveelheden in de buizen doen. Ja. Omdat we verschillende methodes hebben. We kunnen niet alles in één methode detecteren. Dus ze gaan verschillende buizen vullen met kleinere hoeveelheden. Oké, nou dan wachten we dit af. Peter, we staan hier achter een scherm. Wat kunnen we hier nu zien? Wel, een deel van de resultaten zijn ondertussen bekend. Deze ene analyse is gekend, de resultaten ervan. En wat je hier ziet, is een positief staal. Ja. Waar een dopingmiddel aanwezig is. Ja. En de andere stalen zie je die piek niet. Dus die zijn negatief. Oké, dus dat is in principe goed nieuws. Dat is goed nieuws maar voor die atleten, voor die stof. Wat zit er nou in dat concentraat? Waar wordt er allemaal op gemeend? Op alle vormen van doping? Met dit toestel wordt bijna op alle vormen van doping gemeten. En ons staal is geweest en dat ziet er dus negatief uit. Dus er is niks aan de hand. Voorlopig. Er zijn ook nog andere analyses nodig. Maar deze analyse, die geeft aan dat voorlopig alles in orde is. Dikke prima. Ja. Op het moment dat er iets gevonden wordt, is een atleet dan per definitie positief, dus dopingzondaar? Wel, dan moet je nog eventjes afwachten. Eerst en vooral krijgt de atleet nog het recht om de B-analyse te laten uitvoeren. Ja. En dan heb je natuurlijk nog de commissie die er zich moet over uitspreken als de atleet echt positief is. Al wat wij doen is vaststellen dat er een dopingmiddel in zijn urine zit. Hoe en waarom, dat weten wij niet. Dit gebeurt nu vandaag, hebben we dat natuurlijk met urine gedaan, want ik had een staal en urine bij me. Maar dat gebeurt hier ook met bloed. Ja, we hebben ook bloedstalen. Daar zijn ze bijvoorbeeld bezig op dit moment met bloed te meten. In het kader van het biologisch paspoort. Ja, biologisch paspoort? Het biologisch paspoort, dat brengt individuele resultaten in kaart van een atleet en die volgt hij op over de tijd. Op het moment dat alles onderzocht is, wat gebeurt er dan mee? Wil je dat echt zien? Ja. Oké, kom maar mee. Alle urine die weggegooid wordt, die komt in dit type van vaten. Risicohoudend medisch afval. Dus Peter, alle urine die eenmaal getest is en gedaan, die wordt uiteindelijk vernietigd? Wel, bijna alle urine. Sommige atleten geven aan dat hun urine mag gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden. En die zullen we eventueel anoniem gebruiken voor zo'n onderzoek. Maar dit wordt niet meer gebruikt? Deze worden niet meer gebruikt. Deze worden echt wel verbrand. Oké. Prima, dan weten we dat ook weer. Nou Peter, ontzettend veel dank. Ik vond het een leerzame dag. Goeie terugreis. En ik wacht wel af, hè, wat de definitieve uitslag is. Ach, kijk eens. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Ram. Welkom, je bent er weer. Ja, zeker, zeker. Ja, het is even geleden. Maar ik heb een brief gehad. Ja. Analyseresultaten, OOC-controle. Nee, naar aanleiding van de bovengenoemde dopingcontrole kan ik u berichten dat uit het laboratoriumonderzoek van het monster
niets is gebleken van de aanwezigheid van verboden dopinggeduide stoffen en of de toepassing van verboden dopinggeduide methoden. Ja, dus een ingewikkelde zin, maar het betekent dat je goed zit. Ja, dat is toch wel, ja, dat is toch wel goed nieuws ergens. Dat is goed nieuws, ja. Ik ben toch een beetje opgelucht. Mooi. Hè? En ik vond het ontzettend leuk dat ik dit een keer mocht zien, het hele traject. Ik vond het ook leuk. Dankjewel. En succes verder. Ik neem hem mee, hè? Ja, zeker. Je kunt hem thuis laten zien. Hè? Precies. Okay. Dankjewel. Prettige dag. Dag. Meer weten over doping? Ga naar onze website of gebruik de Dopingwaaier-app.